is vrijdag 13 juni 2014, 10 voor 9. Als wij de nieuwsberichten mogen geloven, dan is vanaf 9 uur zit iedereen voor de televisie. Is er geen mens meer op straat. Wij zijn ontzettend benieuwd of dat zo is en willen de proef op de som nemen. De voorzitter van de Rijgenstraatcommissie. Hallo. Hallo. Wat gaan jullie hier vanavond doen? Wij gaan even voetbal gaan kijken. Wat verwacht je ervan? Ik verwacht een 1-1. Ik hoop het. Je hoopt niet op winst scoren? Ja, dat hoop ik wel, maar ik hoop eigenlijk dat 1-1 wordt, want het is een goed resultaat. En hoeveel mensen komen hier vanavond? Nou, als alles er is, dan verwacht ik zo'n 30 à 35 man. En dat zijn alleen de buren. Doen jullie dit elke keer met deze? Ja, om de 2 jaar. Fred-Jan is de oudste hier en die is 14 jaar geleden mee begonnen. En eigenlijk om de 2 jaar doen ze dit. Oké, nou veel plezier zou ik zeggen. Dank u wel. Oké. Het is mooi dat Jasper Sillissen en Iker Casillas elkaar net de hand drukten. Ze hebben natuurlijk, of zullen ze dat voor elkaar misschien niet eens zich realiseren, iets wat Pedro, die niet zo'n sterk seizoen kende in Barcelona, maar toch een lievelingslust van Del Bosque, maar geofferd voor deze wedstrijd. Passeren voor de foto. Het is lang geleden dat Robin van Persie. Spanje in het wit. Een ongebruikelijke kleur voor de Spanjaarden. Wat vindt u tot nu toe van de wedstrijd? Tot nu toe kun je er weinig van zeggen, het is nog maar 3 minuten voetbal. Ja, maar dan heb je toch al wel een kleine indicatie. Nee, ik nog niet. Alle vertrouwen in winst voor Oranje? Nee, ook niet. 1-1. 1-1, zegt u. Wat denkt u? Ik denk 3-1 voor Nederland. Nou, dan mag ik met u praten. Ja, dat doen we al, hè? Het komt en het gaat regen. Dat klopt. Maar waarom bent u hier naartoe gekomen in de buitenlucht? Omdat wij dachten dat het druk zou zijn, maar dat valt eigenlijk wel een beetje in. Herman Potgieter van de Troubadour, wat vind je van de opkomst hier? Ja, geweldig. Het valt me niet tegen voor zo'n eerste wedstrijd. Ik denk het leeft nog niet zo heel erg, maar we hebben dik 150 man binnen. En het sfeertje begint er al lekker in te komen, dus ik ben blij. Jij bent tevreden hiermee? Ja hoor. En ja. Ga je dit elke keer doen bij de wedstrijden van Oranje? Ja, zeker. Dat doen we elk toernooi doen we dat. Hè. Om de 2 jaar bij het EK en het WK. Alle wedstrijden van het Nederlands elftal die gaan we hier uitzenden. En het is altijd volle bak, altijd gezellig. Ja, super. Wat is je verwachting van de uitslag van deze wedstrijd? Nou, ik hou mijn hart nog een beetje vast tegen Spanje. Het is al best spannend, een paar goede kansen. Ik denk 1-1. Ik hoop dat ze winnen, maar ik denk dat het een gelijkspelletje wordt vandaag. Heb je ook gepoeld? Ik heb niet gepoeld. Nee, dat doe ik niet, Anne. Ik ga altijd nat met poelen. Dus waarschijnlijk gaan ze winnen, want ik zal wel niet gelijk hebben. Nou, ik wens je veel succes in ieder geval. Dankjewel. Oké, dankjewel. De laatste kansen gehad. Costa Silva. Een grote kans voor Nederland. Sneijder. Van 0-0. Iniesta. Silva. Met wie heb ik het genoegen? Anouk. En jij? Ronaldo. En jullie zijn hier ook naartoe gekomen om voetbal te kijken? Natuurlijk, ja, altijd. Wat is er zo gezellig aan? Ah, gewoon met z'n allen hier gezellig voetbal kijken. Nou, zijn jullie voetbalfans? Ja, ja. Maar voetballen jullie zelf ook? Ja, ik voetbal af en toe. Bij welke club? SV Gransbergen. Ah. Ik kom met Nick Jansen, maar wel heel leuk. En wat denk je hoe de uitslag wordt? 2-1 voor Nederland. En jij, denk je dat ook? Wat denk je wat de uitslag wordt? 2-1 voor Nederland. Jullie zijn het wel eens, of niet? Ja. Met wie heb ik het genoegen? Fanny. Fanny? Ja, moet je dan weer weten? Nee. Mevrouw Fanny, ja. Weet u welke dag het vandaag is? Jazeker wel, de 13e. En wat betekent dat voor u? Van de WK. Dat is niet echt hoor, maar ik weet wel dat er voetbal is.
En u wandelt hier lekker met het hondje terwijl half Nederland voor de televisie zit? Het interesseert me niet zoveel. U denkt ik ga een lekkere wandeling maken? Precies. Lekker rustig? Dat ook. Wordt er thuis wel gekeken naar de voetbal? Ik ben alleen, dus ik heb hem uitstaan, dus ik kijk niet. Maar ik ben er wel in geïnteresseerd hoor. Ik zet hem straks wel aan. Kijk hoe het geworden is. Verder niet. En als Nederland straks verder komt in het toernooi? Ik denk dat ik er wel meer ga kijken. Met wie heb ik het genoegen hier? René Prijs. En was het gezellig hier bij Sint Vitus? Absoluut, absoluut. Ja. Waarom zoekt u zo'n horecagelegenheid op om voetbal te kijken en niet thuis, gewoon in uw eentje misschien? Nou, wij waren als buurt zijnde uitgenodigd voor de barbecue hier. Dus dan blijf je hier ook de wedstrijd in bekijken. Kampioenen! Kijk, daar is nou zo'n buurman met zijn mooie Roy Donders pak. Ja, waar is uw Roy Donders pak? Nou, ik heb Arine de Kuip shirtje. Aha, geen juichpak. Nee. Wat is je voorspelling voor het einde van de wedstrijd? Ik hoop dat het zo blijft. 1-1, dan ben ik tevreden. Maar je hoopt toch zeker op winst voor Oranje? Tuurlijk hoop je daarop. En kom je dan de volgende keer weer hier bij Vitus? Oh, het kan me zo. Kan me zo. Ja. En we go! Johan Snoeier, weet jij wat voor dag het vandaag is? Vrijdag de 13e. Maar wat gebeurt er vandaag? Voetbal? Ja. Is dat 1-1? Maar jij fietst hier op de lange wieken. Kijk geen voetbal? Kijk geen voetbal. Op radio is het veel spannender. Aha, dus jij luistert wel? Ja, ik luister wel, ja. Ik hoor dit 10 seconden. Eerder als op televisie. En je fietst nu in het rond om even te kijken wie er allemaal naar de voetbal kijkt. Ja, precies. Zijn er. Casillas.